Het vrouwenteam van PSV FCE heeft zaterdag de eerste oefenwedstrijd gespeeld. Ze wonnen van het Londense Queen's Park Rangers met 3-0. De eerste 25 minuten hebben ze denk ik de standaard neergezet. Zag er goed uit, veldbezetting was goed, passing was op orde, 3 keer gescoord. Dus dat wordt het niveau waaruit we verder gaan werken. De keepster van de Rangers had pech, ze raakte geblesseerd. Maar sportief als ze is, stuurde de trainster van PSV reservekeeper Renate Verhoeven onder de Engelse lat. Ja, ik denk dat de tweede keeper meer geluk had, want die had een iets drukkere baan dan Angela. Maar goed, Angela is natuurlijk een fantastisch rustpunt en die regelt het achterin, dus die is van grote waarde. De Eindhovense vrouwen waren veel sterker dan de Londense vrouwen. Dus Angela had weinig tot niets te doen. Het is altijd leuk om een wedstrijd te spelen. En ja, je hebt ook je taken, zeg maar, als je niks te doen of ja, geen rijding hoeft te verrichten. Dan moet je daar wel zorgen dat alles goed staat en goed georganiseerd. Volgende maand spelen de dames hun eerste thuiswedstrijd tegen FC Twente. Maar voor het zover is, moeten ze nog wel wat wedstrijden in de benen krijgen. We hebben nu nog een voorbereiding te gaan, nog wel oefenwedstrijden. En zodra de competitie, de eerste competitie aan de wedstrijd is, dan zijn we er klaar voor. De vrouwen van PSV FCE doen er alles aan om goed voor de dag te komen, maar ze zijn bescheiden in hun doel. We hoeven dit jaar geen kampioen te worden. We willen in de A-League spelen. We willen ons versterken, de organisatie goed neerzetten, maar we willen ook graag goed voetballen.